mi mama se mi nega por mi papa se mi da te mi nega por mi la na plana si indre de trinche vir bom mus de na mi se mi mama se mi nega por mi papa se mi da te mi nega por mi la na plana si indre de trinche vir bom mus de na mi se. Foto Libano mi, lugo londo yo no shimi. Ote lumsa alasi, asoka itrubu mi inse. Ote lumsa alasi, asoka itrubu mi inse. Ja, man, dit is een Indiaanse kruidendokter. En Mimarabuku, dat is een fort die in de tijd van de slavernij door weggelopen slaven gebruikt werd om een aanvallen te doen op de plantages. En ik heb die naam gekozen omdat de Indianen over het algemeen een verborgen hoek zijn gedreven. Het zijn mensen die overheerst zijn in de historie. En, nog steeds vervolgd worden. Mijn land is gewoon ingepikt. En nou ja, door die naam te kiezen, probeer ik dan deze mensen een beetje naar voren te brengen. Mimarabuku heb ik gekozen omdat het een fort was van weggelopen slaven, Marons. Nou, die fort werd dan beheerd door de beroemde Bonnie, die een hele grote vrijstrijder was. Dat waren de drie, Baron Bonnie en Scholiker. Nou, dat zijn mensen die constant gevochten hebben met de koloniale overheersing en de imperialisme in de vroegere tijd. We go in the name of the spiritual to clean the place for the exodus of the certainty. Nothing can stop us because our experience is our passport to clean the place, make a new direction for the youth, for them to survive in the name of the nature. Fathers, get ready. Mothers, get ready, because the time is ripe. Leaders, get ready. Cut the colonial. Ondanks de invloeden van reggae, calypso en moderne Afrikaanse popmuziek blijft de Surinaamse kazeko een grote rol spelen voor P.I. Man en Mimarabuku. Kazeko, Kamina en Winti zijn de specifiek Surinaamse vormen van Afrikaanse muziek. De Winti-muziek dat werd gebruikt bij de rituele gebeurtenissen. En wanneer men rechtstreeks in contact was met de goden. En nadat men dan contact heeft gehad met de goden en zich al hun wensen en grieven hebben voorgeschoteld, gingen ze daarna dan zich uitleven, dus plezier maken. En daar kwam dan de kazeko-muziek vandaan. Dus dat is meer de rituele muziek, dat is de Winti-muziek. En de kazeko-muziek, dat is de muziek waar je vrij kan expressen. Nou, het is zodanig opgebouwd dat je allerlei
influence, Surinaamse influence. Dus niet alleen maar een Surinamers een hoor die een casico spelen. Maar er zijn ook andere de volkgroepen die ook casico spelen. Dus het is meer iets algemeens in Suriname. Let's go over my people. How long would we suffer to reach the promised land? How long would we face the bad times too? What is the difference between right and wrong? Vroeger ging men meer, was men meer emotioneel bezig. Hè? Dan praat ik over Surinamers en Suriname. Vroeger liet je liet je hart huilen, weet je. Je nam alles. Nou, in deze tijd is men een beetje bewuster geworden. Iedereen zoekt naar zijn eigen identiteit, de Surinamer ook. En je moet je dan gaan uiten. De enige manier om je te uiten is dat de dingen die in het donker zijn aan het licht komen. En dat proberen we te doen. We proberen mensen informatie te geven. We proberen mensen bewust te maken. Mensen blij maken. Iedereen voelt zich nu Surinamer. Iedereen voelt zich bewust worden. Nou, die proces proberen we dan te stimuleren. De politieke kant van Piaima en Memorabuku, dat is meer een alternatief wat we proberen te geven. Voor een betere samenleving. My people was fooling to the biggest foolers of them. Time after time, my people was suffering.